Hoi, ik ben Florianne Bosdijk, ik ben 16 jaar oud en ik woon in Eindhoven. Ik woon samen met mijn ouders en mijn zus, maar mijn zus is 21 jaar en gaat binnenkort uit huis. Ik hockey al sinds mijn zesde, dus dit wordt mijn tiende jaar hockey. Ik hockeyde bij HC Eindhoven in alle eerste teams en ik heb sinds dit jaar besluit genomen om de overstap naar hockeyclub MEP te maken in Boxtel. Wat mij speciaal maakt als persoon is dat ik heel erg sociaal ben. Ik wil anderen heel graag helpen en ik wil altijd dat het goed is voor anderen. Ik ben dus daarom ook erg behulpzaam en vooral ook heel gezellig en ik ben altijd wel in voor een babbel. Wat mij speciaal maakt als hockeyster is dat ik mijn teamgenoten heel erg goed coach, zodat we samen de wedstrijd goed kunnen gaan winnen. Ik heb ook wel echt een winnaarsmentaliteit. Ik wil wel elke wedstrijd winnen en voor het uiterste zeg maar gaan. Daarom ben ik ook wel, vind ik zelf een echte doorzetter en heb ik wel gewoon een goed doorzettingsvermogen. Wat ik graag in Amerika wil bereiken, is dat ik in mijn hockeyspel beter word. Want ik train daar natuurlijk ook elke dag, dus dan word ik ook steeds beter. Maar ik zou er ook graag mijn diploma willen halen. Ik ga er ook heen voor ervaring en om de taal goed te kunnen gaan beheersen. Voor nu is de stap naar Amerika het belangrijkste voor mij. Wat ik daarna wil gaan doen, weet ik nog niet precies, maar ik hoop dat ik daar in Amerika achter kom. Wat ik kan toevoegen aan mijn toekomstige team is dat door middel van coaching en doorzettingsvermogen ik, maar ook mijn teamgenoten het uiterste uit onszelf kunnen halen en we zo ervoor kunnen zorgen dat we de wedstrijd winnen. Ook wil ik op school het beste uit mezelf halen en kan ik ook anderen helpen. Ik heb super veel zin om naar Amerika te gaan en ik kijk ernaar uit om dit avontuur aan te mogen gaan.